Het Spreukenboek. Ja! Ja! Echt erg. Hé! Wat is dat nou? Wat is dat nou? Wat glinstert daar nou zo? Weet ik ook niet. Het lijkt wel een spreukenboek. Wow! Zullen we naar binnen gaan voordat het begint te regenen? Leuk. Ja, het is donker. Snel, 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 snel! De kinderen hadden de spreukenboek gevonden. Zonder erbij na te denken, gingen ze de spreuken hardop voorlezen. Oemsie, poepsie, doekie, doe, doe. Zippie, ka, zippie, ma, zippie, sa, sa, sa. Oemsie, poepsie, doekie, doe, zippie, ka. Ik voel me ineens een beetje raar. Ben je ziek? Ik weet het niet. Ik krijg het warm en ik krijg het koud. Voel je wel lekker? Ik voel het ook! Wat gebeurt er met me? Nee, ik wil geen monster worden! Nee! Ik voel het ook! Ik voel het ook! Ik voel het ook! Ik voel het ook! Feiten veranderen onschuldige kinderen in monsters. En de andere kinderen hadden nog niets door. Wat stom boek? Er is helemaal niets gebeurd. Wow, loop je gek om? Want wij durven niet en ze vinden ze er eng uitzien. Oké, goed. Een paar dappere vrienden gingen kijken. Buiten doolden de monsters nog wat rond. Dat kan niet. Hé, lang wel. Ze lijken niet zo erg. Komen jullie maar mee? Wat gaan we met ze doen? Kom, we gaan ze in de winterpas lokken. Ja! Ze lokten de monsters naar de bezemkast en sloten ze daarop. Een paar meiden hadden net die ochtend de bezemkast opgeruimd en gingen nog even kijken. Het is wel mooi dat we hebben opgeruimd. De anderen hadden het spreukenboek gehaald en ze dachten een spreuk gevonden te hebben die de monster kon omtoveren naar gewone kinderen. Zippie, sa, sa, sa. De meiden waren zo geschrokken dat zij de directeur erbij hadden gehaald. Eentje had een witte gezicht, die was heel dood. En dat was heel erg. Ja, kunt ik voel er niks van. Kun je alsjeblieft meekomen? Alsjeblieft, kom mee. Ja, ik voel er helemaal niks van. Kom maar kijken. Ze probeerden de directeur nog te stoppen, maar toch deed hij de deur open. Nee, jullie nemen mij zomaar in de maling. Dit is tijdsverspilling. Ja, er is iets misgegaan. Yes. Hey, toen ik jou zou ik het boek ver weg verstoppen. Of waar? Maar waar? Nee, ik ga dat niet zonder. Dat is super, super.